We gaan met het klokkijken naar de analoge klok en de digitale klok. En we behandelen de kwartieren. We hebben geleerd dat we de dag beginnen om 12 uur. Als de grote wijzer 15 minuten verder is, dan is hij een kwartier verder. Het is dan 12:15. We zeggen altijd dat het een kwartier over het hele uur is. We noemen dat 12:15. Op de digitale klok is dat 15 minuten over 0 uur en in de middag 15 minuten over 12 uur. 15 minuten is 1 kwartier. Als de klok nog een kwartier verder is, is het 12:30, oftewel 0:30 en in de middag 12:30. Als de grote wijzer nog een kwartier verder is, is het 12:45. We geven de tijden op kwartieren altijd aan in 12:15 en 12:15. Als de wijzer naar 1 uur toe gaat, is het 12:15. Op de digitale klok kunnen we alleen maar het uur ervoor zetten wat het al geweest is. En tot en met 59 minuten moeten we aangeven hoeveel minuten het over het hele uur is. In dit geval dus 45 minuten over 0 uur. In de middag wordt dat dus 45 minuten over 12 uur. Als de klok nog een kwartier verder gaat, is het 1 uur. De grote wijzer staat weer boven, dus het is een heel uur. En de kleine wijzer wijst de 1 aan en die geeft de naam aan het uur. Op de digitale klok is het 1 uur in de nacht en in de middag was het 1300 uur, want dat is 12 uur later. Vanaf nu gaan we de hele uren overslaan. We gaan alleen 12:15 en 12:15 benoemen. Als de grote wijzer een kwartier verder is dan de 12, dus op de 3 staat, dan is het 12:15. En dan is het 12:15 het uur waar het vandaan komt. Het was net 1 uur, dus nu is het 12:15. Op de digitale klok is dat dan 15 minuten over 1, oftewel 1:15. En in de middag 13:15, want 13 uur was 1 uur in de middag. Vervolgens, een half uur later, zijn we op 12:45. We kijken dan waar het kwartier het dichtste bij zit. We gaan naar 2 uur toe en daar zitten we een kwartier voor. Het is 12:15. Op de digitale klok kunnen we alleen maar aangeven hoeveel minuten het na het uur is wat het net geweest is. In dit geval zijn we 45 minuten na 1 uur. In de middag zeggen we dan, omdat 1 uur 13 uur is, het is 45 minuten na 13 uur. Om 12:15 is het dus altijd 45 minuten over een heel uur op de digitale klok. We gaan nu naar 12:15. Het is net 2 uur geweest en daar zijn we 12:15. Dat is 15 minuten over 2 in de nacht of 15 minuten over 14 uur in de middag. Dan gaan we naar 12:45. We zien dat de kleine wijzer dicht bij de 3 komt en de grote wijzer staat op de 9, een kwartier voor het hele uur. Dus 12:15. Op de digitale klok moeten we zeggen 45 minuten over 2 uur en in de middag is het 45 minuten over 14 uur. Om 12:15 is de kleine wijzer de 3 net voorbij en zijn we een kwartier verder. Dat is op de digitale klok 15 minuten over 3 en in de middag 15 minuten over 15. Om 12:45 nadert de kleine wijzer de 4 en we zijn er een kwartier voor. 45 minuten over 3 op de digitale klok en 45 minuten over 15 in de middag. 12:15 is 15 minuten verder dan 4 uur en 's middags 15 minuten verder dan 1600 uur. 12:45 is 45 minuten verder dan 4 uur en 45 minuten verder dan 1600 uur. 12:05, 15 minuten over 5
en 15 minuten over 17. Kwart voor 6, 45 minuten over 5 en 45 minuten over 17. Kwart over 6, 15 minuten over 6, 15 minuten over 18. Kwart voor 7, 45 minuten over 6 en 45 minuten over 18. Kwart over 7, 15 minuten over 7 en 15 minuten over 19. Kwart voor 8, 45 minuten over 7 en 45 minuten over 19. Kwart over 8, jullie kunnen het zelf al invullen. Kwart voor 9. Kwart over 9. Kwart voor 10. Kwart over 10. Kwart voor 11. Kwart over 11. En kwart voor 12 is 11:45 in de ochtend en 23:45 in de avond. En zo komen we weer bij 12 uur, waar de volgende dag begint.